Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn veelproducten van januari en februari bespreken. Ik heb het mandje erbij gepakt. Het valt wel iets mee hoor wat erin zit. Maar er waren helaas toch weer wat producten die ik niet zo fijn vond. En ja, ik ga je laten zien welke producten ik gewoon niet fijn vond. Dus ja, mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik dus zeker niet zou aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een soft glow bronzer van Catrice uit de Winnie the Pooh collectie. Dat is deze. Hij heeft de naam 010 I Think It's Called Love. Er staat een tijgerknorretje staat hierin. Heel erg mooi vormgegeven, maar ik vond hem helaas niet zo fijn. De binnenkant is wel heel mooi met een spiegeltje. En ik zal even het laagje eraf halen, zodat je eventjes kunt zien. Dit is de bronzer. Hier heb je nog een highlight gedeelte. Nou, ik zal hem even swatchen en dan denk ik dat je al wel vrij snel kan zien waarom hij mij een beetje tegenviel. En dat is de pigmentatie. Ik heb hem geswatcht, maar je ziet hem bijna niet. Dit is de bronzer, dit is de highlighter. Het is te zacht. De bronzer die was eigenlijk gewoon te zacht van kwaliteit. En ja, ik hou toch wel meer van een bronzer die gewoon wat meer aanwezig is. Ik vind hem gewoon te zacht. En ja, kleuren mogen van mij wel iets donkerder zijn. Omdat hij was gewoon te licht eigenlijk voor mijn huid, wat ik mooi vind. Dus daarom vond ik hem helaas niet zo fijn. Dan heb ik het Hopelessly Devoted Highlighter Palette van Catrice van Revolution. En die vond ik helaas ook niet zo fijn. Ik vind het echt wel een heel erg mooi palette, maar het zijn zulke roze highlighters. Ik vind het er niet zo natuurlijk uitzien. Ik ga ze even swatchen. Ze zien er echt prachtig uit, maar het is gewoon te heftig voor een highlighter, moet ik zeggen. Kijk, dit zijn de kleuren. En in eerste instantie dacht ik, het ziet er wel mooi uit, maar ik vind het eigenlijk meer blushjes. Ik vind het niet echt geschikt als highlight kleuren. Maar hij wordt wel echt omschreven als een highlight palette. En je ziet ook heel duidelijk dat er dus ook echt wel ja, shimertjes in zitten. Maar ik vond hem helaas gewoon niet zo heel erg top. Omdat hij gewoon echt... De kleuren vind ik als highlighter gewoon niet zo heel erg geschikt. En daardoor vond ik hem toch niet zo heel erg fijn. Ik zou hem wel als blush gaan gebruiken, maar omdat hij echt als highlight palette wordt omschreven, vond ik het niet zo heel gepast om ja, hem toch bij mijn favoriete producten te doen. Omdat ik hem als highlighter wel echt heel erg tegen vind vallen, dus helaas. Dan heb ik van Catrice uit de Winnie the Pooh collectie nog een lippenbalsem. En dit is de 020 Wednesday en dat is deze met... knorretje erop. Dat is niet echt lekker om weer te geven. Maar het zijn dus getinte lippenbalsems. De lippenbalsem is echt wel heel erg mooi om te zien. Maar je ziet hem bijna niet terug op je lippen. Want hij is gewoon eigenlijk heel erg licht. Ik hou toch wel van kleuren die wat meer aanwezig zijn. Dit is de swatch. Op mijn hand ziet hij er op zich nog wel mooi uit. Maar ik vond toch dat hij op mijn lippen eigenlijk niet tot zijn recht kwam. Je zag gewoon niet dat je wat droeg. Nou zou ik hem als gewoon een lippenbalsem voor de avond wel gebruiken. Maar omdat hij echt omschreven wordt als een getinte lippenbalsem, vind ik niet dat ik hem zou dragen in plaats van een lipstick. En dat vond ik toch wel heel erg jammer dat deze kleur niet zo intens was. Dus nee, helaas. Deze vond ik ook niet echt fijn. Dan had ik van Essence twee producten uit de trendeditie Chili Vanilli. Ja, dit was een collectie en ik heb hier allereerst het Brightening Under Eye Cream tubetje. En deze heeft de naam 01, A Little Mont But Cutie gekregen. En dit zou een crème zijn die hydrateert onder de ogen, maar ook de boel oplicht. Nou, dat klinkt natuurlijk heel fantastisch. Hij ziet er verder zo uit. En het heeft gewoon zo'n openingetje en dan zal ik het laten zien. Ik vind hem te donker. Kijk, dit is hem. Ik zal hem even uitsmeren. Kijk, en zo ziet het er dan uit. Nou, mijn ogen werden hier echt niet... ja, het werd hier niet van opgelicht van deze crème. Ik had niet echt het gevoel van dit ziet er heel erg mooi uit onder mijn ogen. Ik vond het echt een beetje tegenvallen, want ik had echt verwacht dat ik een soort van wake-up effect zou krijgen onder mijn oogleden. Dat ik echt dacht van nou zie je er heel fris en fruitig uit, maar dat doet het gewoon niet. Het is gewoon, nee, het werkt gewoon niet als wat het belooft. Dus daarom viel die me helaas toch wel heel erg tegen. Ja, een crème is altijd wel fijn, maar ja, als je ook echt belooft dat je de boel oplicht en dat gebeurt niet, ja, dat vind ik dan toch wel een tegenvaller helaas. Ook uit die collectie had ik nog een liquid oogschaduw en dat is deze. En deze heeft de naam 01 Not So Basic Vanilla. En deze kun je gewoon aanbrengen en blenden met je vingers. Heeft gewoon een basic applicatortje. Die ziet er zo uit. Maar de kleur is echt te licht. Want als je dit gaat aanbrengen en je gaat blenden, want je moet het echt blenden. Je blendt hem helemaal weg. Kijk, op mijn hand ziet hij er nog best wel fel uit. Maar op mijn ogen zag ik hem gewoon echt totaal niet terug. En dat vond ik wel heel erg jammer. Want het had echt een heel erg leuk effect kunnen zijn. Maar je ziet het gewoon niet terug. En helemaal met blenden niet. Dan kun je het wel weer gaan opbouwen. Dat werkt gewoon helaas niet. Dus nee, deze vond ik helaas ook geen aanrader. De andere kleur vond ik wel heel mooi. Maar deze helaas niet. Dan heb ik uit de limited editie About the Night van Catrice een lipstick. En dit is de, even kijken hoor, metallic lipstick in de kleur 01 C01 Kiss Me at Midnight. Hij ziet er zo uit, het is een hele mooie huls om te zien, maar deze lipstick is blauw. En het is gewoon niet draagbaar. Het ziet er echt gewoon niet uit. Dit is echt gewoon... ja, je moet dit durven dragen. Maar ik dacht eerst van, nou, misschien valt het toch wel mee, die kleur. Maar dat blauw, dat is gewoon echt verschrikkelijk. Kijk, want dit is het. Misschien nog eens leuk voor een bepaald feestje als je verkleed gaat of zo. Maar ik vind het niet echt draagbaar voor, ja, gewoon... normale dagen vind ik het gewoon niet zo'n hele draagbare kleur. Dus helaas viel de kleur me gewoon heel erg tegen. Ik had er misschien toch iets anders van verwacht. Dat hij minder blauw zou zijn. Maar hij is wel echt gewoon blauw-blauw. En dat, ja, viel toch een beetje tegen. Dan ben ik ook gelijk op toe aan de twee laatste producten. Zoals ik al zei, het was niet superveel. En deze komen uit de limited editie Blush en Ver. En dat zijn de blush stempeltjes. Ik heb hier allereerst de... C01 Love Expression. En het bijzondere aan deze blushes was, is dat als je de dopper afdraaide, kreeg je een stempel van een hartje. En die kon je dan op je gezicht aanbrengen als je dat wilde. Nou, en dan heb je zeg maar hier, ik zal hem even openmaken, de blush. En dan is het een soort cushion blush. Maar deze blush die is zo intens gepigmenteerd. Daar werd ik eigenlijk gewoon niet heel erg blij van. Omdat ik hem niet kon blenden. Ik had het aangebracht. Ik probeerde het te blenden. Maar het was net alsof ik een hele blauwe plek op mijn gezicht had. Of een rode plek op mijn gezicht had zitten. Of dat iemand me een klap had gegeven. Zo. En ja, dat viel gewoon heel erg tegen. En ik heb de stempel niet eens gebruikt, want ik zag het niet zitten. Het is te intens gepigmenteerd. En misschien als je wat minder gebruikt, dat het beter werkt. Maar het was gewoon heel erg pittig. Dan heb ik ook nog hem in de kleur C02 Show Me Love. En die is nog donkerder. Want die is echt nog intenser gepigmenteerd. En ja, juist door die pigmentaties. Die zag er zo uit. Ik ga ze even swatchen. Het voelt ook echt als een stempelkussen dit. En nu ik ze swatch denk ik, het is niet zo heel intens. Maar kijk, dit is de pigmentatie en die is zo intens. Daar kun je eigenlijk gewoon niks mee. Omdat je het gewoon niet mooi kunt uitblenden. Je krijgt er geen natuurlijk effect van. Ik heb er echt letterlijk weer met mijn foundation overheen moeten gaan. Omdat het er zo vreselijk uitzag. Dus nee, dit zijn gewoon... Deze blushes die waren gewoon te gepigmenteerd. Pigmentatie is goed, maar deze zijn te erg. Dus nee, ik kan je deze gewoon zeker ook niet aanraden. Volgens mij zijn ze inmiddels ook niet meer te kopen of nog in van die uitverkoopbakken. Maar ik vond ze in ieder geval niet fijn. Dan waren dit mijn veel producten van januari en februari. Gelukkig waren het niet superveel producten, maar ja, toch altijd wel weer wat producten die een beetje tegenvallen. Ik ben benieuwd of jij een van deze producten hebt geprobeerd en of dat jij ze misschien wel heel erg fijn vond, want meningen verschillen. Maar ik vind ze in ieder geval niet echt fantastisch. Ik ga ze wel opgebruiken, want die vraag krijg ik vaak wat ik doe met de producten die ik niet fijn vond. Ik maak ze wel op. Maar ja, dit zijn veel ook limited edities die niet meer te koop zijn. Maar normaal gesproken ook met producten, die zou ik dan ook niet meer kopen. Omdat ze me dan gewoon echt niet bevallen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daaronder staat ook een rode button. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet ook even niet om op dat belletje te klikken. Want dan krijg je een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. En hoef je niks meer te missen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!